Welkom op de vakantiebeurs. De laatste trend misschien is dat mensen wat meer avontuurlijk willen reizen. In die zin dat ze niet meer 3 weken lang alleen maar op het strand willen liggen, maar daarnaast ook dingen willen doen. Men wil een verhaal vertellen. En wat wordt er nou voor vakantie? Waarschijnlijk ergens in Europa toch wel. Wandelen, sportief, musea bezoeken, lekker eten. Wat zijn de meest populaire bestemmingen? Nou, een beetje de usual suspects, zoals we altijd zeggen. Hè? Dus Spanje met name, Duitsland, maar daarnaast nadrukkelijk ook Turkije. Je ziet dat in Turkije heel veel all-inclusive arrangementen worden verkocht. Heel aantrekkelijk voor mensen. Dus Turkije is echt wat dat betreft enorm in opkomst. Als je hier op de beurs rondloopt, zie je natuurlijk al heel veel verrassende dingen. Maar een paar dingen die je kan bedenken is... Slovenië is heel, toch redelijk onbekend, maar Maribor is culturele hoofdstad. Hartstikke leuk. Girona als nieuwe citytrip, maar ook Israël. Dus in de combinatie tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Hartstikke leuke bestemming. En je ziet dat steeds meer mensen dat ook gaan doen. Dus je kan niet bedenken waar je naartoe zou willen of er is wel een aanbieder die dat ook aanbiedt. Surfen in Jamaica, op een hele mooie wandeltocht in Costa Rica. Of een cursus toekomst voorspellen in de Alpen. Ik bedoel, zo niche is het.